Yo mensen van DNL Game Master. Vandaag laat ik je. Oh, wacht even, Heza. Zien hoe je een portal kan maken. Een portal kan maken zonder flint en steel, dus die kan weg. Maar wel obsidian. Nou, we gaan hier beginnen. Even de vorm van een portal is natuurlijk wel handig, hè? Zo, die. Goede hoogte, ja. Wat we moeten doen is hier lava neerleggen. Twee lava, dus daar heb je wel nodig. Je hebt lava nodig. En je hebt hier hout nodig. Moet je daar neerleggen. Dan ga ik mijn flint en steel weer even zoeken. Om deze te versnellen. Heb ik niet. En dan vat dit dadelijk vlam. En dan gaat de portal automatisch aan. Kijk, hè. Ja, nu gebeurt het niet, maar ik zal eventjes. Oh, wacht, moet ik er bovenop doen? Sorry, mensen. Normaal valt dat dan vlam door de lava. Maar nu gebeurt het dus gewoon met flint steel, maar normaal dus door de lava. En dan zie je maar wat er gebeurt. Ik ga een beetje rondjes vliegen. Een beetje falend rondjes vliegen. Oh! Huh? Wat gebeurt er nou? Hé, dat kan toch niet? Komt dat nou echt door het vuur? Nee, dat meen je toch niet? Nou, we zullen zien of het door het vuur kwam. Oké, mensen, het kwam eigenlijk wel door het vuur. En nu komt het niet meer. Godverdomme. Nou, mensen, je zag net dat het daar kwam. Nou, mensen, tot de volgende keer. Dan, doei! En op het laatst wil ik nog danken aan. Oh, wat is zijn naam ook alweer? Jenso Killetje. Heel erg bedankt. Ik vind het leuk dat je geabonneerd bent en zo. Als je een mic hebt, mag je ook best een keer een gastrol of weet ik veel wat doen. Bedankt dat je geabonneerd bent en bedankt voor dit idee. Want namens hem wist ik het. Eerder wist ik het helemaal niet. Dus bedankt en tot de volgende keer. Doei!